De kerk in Riethoven staat in de stijgers. Vandaag werd met een kraan de haan van de spits gehaald. Niet eerder kreeg de kerk zo'n opknapbeurt, maar het was dan ook nodig. Het was inderdaad nodig. Het ging in eerste instantie vooral om het voegwerk van de toren en het oudere gedeelte van de kerk. Maar toen bleek op een gegeven moment, als we de stijger dan toch al tot de spits in de stijger hebben staan, is het dan niet verstandig om ook in één keer de spits helemaal mee te nemen. Want anders moeten we over 10 jaar weer opnieuw gaan stijgeren. Ook de klok wordt in de opknapbeurt meegenomen. Bij het afhalen van de wijzerplaat werd eerder een bijzondere ontdekking gedaan. Onder de plaat zat nog een oudere klok. Vermoedelijk net zo oud als de kerk. Meer dan 550 jaar. Nu is er die stalen plaat afgehaald en we zien dus nu de cijfers en het oude wijzerplaat weer verschijnen. Wij denken dat de cijfers die hierop zitten ooit bedekt zijn geweest met andere koperen cijfers, omdat hier overal nog schroefgaten in zitten. Nou, ik vind het fantastisch. Ik vind dat gewoon hartstikke mooi dat zoiets toch weer terugkomt. En nogmaals, dit moeten we herstellen. Jullie willen wel het liefst het terughalen, dus begrijp ik. We willen hem terughalen, ja. Dus op het ogenblik zijn er gesprekken. Ja, er zijn dus gesprekken met Monumentenzorg om de klok in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het duurt nog wel even voordat dat te zien is. De kerk zal de komende maanden nog in de stijger staan.